Mazzelaar die ik ben, mag ik vanavond het nachtleven van Oud-Drimmelen ontdekken. En ik moet heel eerlijk zijn, ik had er nog nooit van gehoord. Maar ja, voor alles moet er natuurlijk een eerste keer zijn. En wat ik wel weet, is dat het in het keigezelletje Brabant ligt. En dat ze heel goed zijn in schuurfeesten organiseren. Dus ja, ik zeg, schuur er lekker op los! Ja, iedereen weet wel wat hij kan verwachten op een schuurfeest. Maar Saar wil wel eens kijken of dat beeld toch wel echt klopt. Alleen weet ik niet zo goed waar ik heen moet. Oud-Drimmelen, dat is Wagenberg, Ter Heiden, die hoek. Ja, en als je dan bij Waspik bent of bij de Graafse Moer, dan ben je dus te ver. Mag ik jullie dat vragen? Ja, vraag het lekker aan hun. Ik moet naar het schuurfeest. Dus die kant op. Ah, jullie gaan ook? Ja. Top. Kijk. Dan zeg ik, ruim achter ons allemaal weer een beetje lachen. Nou, dat ga ik doen. Ik ga achter jullie aanrijden. Ga verkeren. Ja, is goed. We zijn onderweg naar de schuur van de familie Buis. En daar gaat het grote feest plaatsvinden. Voor stadsmeisje Saar een hele nieuwe ervaring. Hey, bedankt, hè? Plek zat ook. Top. Nou, dit is dus de schuur waar het vanavond helemaal los gaat. Maar voordat ik die liters bier naar binnen ga knallen, ga ik eerst even een kopje koffie drinken bij de eigenaar van deze schuur. Ik ben wel erg benieuwd wat zij ervan vinden. Heerlijk, jongens. Nou, daar zit je dan. Lekker klus, warm bij het kacheltje met een kopje koffie. Maar dan hoor ik al wel gedreun op de achtergrond. Ja, test. De test, hè. De muziek moet altijd getest worden, hè. Vinden jullie het niet heel heftig? Je hebt zo meteen 200 à 300 man die helemaal los aan het gaan in jullie schuur. Ja, we zijn wel wat gewend en we hebben de ruimte ervoor, dus ja, waarom niet? Want hoeveel schuurfeesten hebben jullie hier dan al gehad? Zeg eens maar. Keer 5, 6, hè? Ja, echt? Ja. Oh, dus ja, jullie zijn ervaren schuurfeest-hosts. Kunnen jullie mij een beetje vertellen wat ik kan verwachten? Ja. Ik bedoel, natuurlijk zullen er mensen gaan dansen en wordt er gefeest en hossen. Maar er liggen er ook een paar mensen straks in de sloot? En zijn er mensen aan het zoenen of andere dingen aan het doen? Of... Ja, dat gebeurt rustig wel dat de stelletjes elkaar vinden. Ja, dus, ja, dat is ook, want het is allemaal jongelui natuurlijk. Zijn er wel eens momenten geweest dat jullie naar buiten ergens langs liepen en dat jullie daar stelletjes bezig zagen? Of is dat... Jan blijft verdacht stil. Ja, lach maar. Want buiten begint het intussen lekker druk te worden. De wijde omgeving meldt zich voor het festijn. Hé, en gaan jullie dan straks... lekker naar bed toe en slapen met oordoppen in, of hoe doen jullie dat? Nou, wij gaan meestal wel als laatste naar bed. Echt? Als alles weg is, dan gaan wij eigenlijk pas naar bed. Omdat jullie zo van een feestje houden of omdat jullie ongerust maken? Omdat van een feestje houden. Heel goed. Ja, ja. Alle gasten doen een bijdrage in de pot. En dan kan het feest beginnen, want wij zijn binnen. Saar heeft zich goed ingelezen. Het is zaak je zo snel mogelijk aan te passen aan de plaatselijke gebruiker. Op naar de drank! Waar staat de gin tonic? Oké, of het wordt zoete met de wijn, of... Ja, of... Hier.